Het is vandaag maandag. Ik heb vandaag nog niks gefilmd. Ik heb vandaag wel wat dingen gedaan. Mijn badkamer helemaal schoongemaakt. Ik ben nu bezig met mijn slaapkamer. Ik heb wel al mijn dekbed en alles al gewassen. Dus dat is top. En vandaag ben ik een dagje vrij omdat het 3 oktober is in Leiden. En dat betekent dat heel Leiden vrij is met de basisscholen. Want dan wordt Leiden's Ontzet gevierd. Dus ik ben vandaag ook vrij en dat is mega fijn. Ik ga vanavond even met Eva en Aniek naar de stad. Maar nu ben ik dus nog gewoon thuis gewoon aan het rommelen eigenlijk. En ik was ook even gewoon mijn kast en zo en alles aan het opruimen. En even dingen voor samenwerkingen. Dus helemaal happy dat dat is gelukt. En ik heb mijn lampje net gemaakt. Dus daar heb ik even batterijtjes in gedaan. En ik ga straks mijn make-up doen. Dat ga ik zo even filmen. En ik ben dus nu mijn bed aan het doen. En ik was nog eventjes, wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, ik had nog een bananenbrood gemaakt. Deze, met bosbessen. Eerste keer dat ik het heb gedaan, best goed gelukt. Verder hangt er door mijn hele huis was. Dat ga ik straks even opruimen. Maar nu ga ik eerst eventjes mijn slaapkamer afmaken. En dan zal ik mijn make-up filmen. Och, wat ben ik weet. Dit is echt niet normaal. In ieder geval, ik ga eventjes mijn make-up doen. En dit is echt zo bizar, want ik ben letterlijk vorige week naar de kapper geweest en ik heb nu al uitgroeien, omdat mijn haar groeit dus echt heel snel. Het is wel altijd heel dood, maar het groeit in ieder geval wel heel snel. Nou, omdat ik zo wit ben, doe ik eventjes Estée Lauder Daywear op. Dan krijg je een klein beetje een tint. Dat hebben we wel nodig. Woensdag 5 oktober. 6 oktober, 5 oktober. Ik weet het eigenlijk niet. Maar in ieder geval, vandaag is de start van de kinderboekenweek van het thema Gigagroen. Dus ik heb mijn groene pak aan en ik ga nu richting school. We gaan eerst het dansje doen van Kinderen voor Kinderen van Gigagroen op het schoolplein. En daarna heb ik koekjes en thee en gaan we lekker gewoon in de klas koekjes en thee en lekker gewoon lezen en gewoon een leuke dag van maken. Ook werken, maar ook een leuke dag maken. Dus ja, gisteren hadden we een teamuitje en zijn wij het eten geweest. Dus dat was heel lekker. En vandaag is eigenlijk de eerste dag weer dat ik moet werken. Want maandag was 3 oktober in Leiden. Dus toen was ik vrij. Dus ik ga nu naar school nog even wat dingen klaarmaken. En dan kan de dag weer beginnen. Zo, de dag is alweer voorbij. Het is echt voorbij gevlogen. We hebben lekker thee gedronken. Koekjes gegeten, een boek gelezen. Ik ga dus nu deze voorlezen. Super groen. Ben benieuwd. En ik had dus ook een boek besteld. Ga ik ook maar gelijk even openmaken. De verschrikkelijke badmeester. Ben benieuwd. Het is vandaag woensdag. Het is vandaag korte dag met werken. Gisteren heb ik niks gefilmd. En ik heb net lekker gedoucht. En het is echt nog heel erg vroeg. Ik had gisteren echt mega veel pakketjes opgehaald bij mijn moeder. Alleen, ik dacht ik ga ze vanmiddag om aan jullie laten zien. Alleen eentje wil ik eigenlijk nu, want dan kan ik het gelijk gebruiken. Dus ik ga die nu openmaken. Ik had namelijk van de Douglas, had ik wel besteld. Er zitten als eerst 2 testertjes in. En ik had dus even zo'n nieuw pakket met nieuwe kwasten besteld. Want ze waren nu in de korting. En die van mij zijn echt aan vervanging toe. Ze lijken gewoon echt helemaal kapot.
Dus ik dacht, ik ga eventjes nieuwe bestellen. Dus deze ga ik nu gelijk gebruiken. De Beauty Blender heb ik nog niet nodig. Maar die kan je natuurlijk altijd gewoon als voorraadje maar beter hebben liggen. Maar deze kwast, bij mij herken je gewoon bijna niet meer terug. Dus en dit zijn de nieuwe kwasten. Heel chill. Dus ik ga nu even me opmaken. Even wat eten en dan ga ik richting werk. Zometeen heb je les 12. Bij les 12 oefenen we op tempo. Dus je hoeft nog niet te beginnen. We gaan straks in 3 minuten tijd. Ga je proberen zoveel mogelijk over te schrijven. Bij schrijven, wat is er belangrijk? Er zijn een aantal dingen belangrijk als je gaat schrijven. Ja, je schrift een beetje schuin leggen, heel goed. Wat is er nog meer belangrijk? Je schrijfhouding. Zitten je voeten netjes op het plankje? Heb je je stoel aangeschoven? Kan je ongeveer een vuist tussen de tafel en je buik doen? Heb je een scherp potlood? Daar moet je allemaal goed op letten. Je gaat dus zo in 3 minuten tijd zoveel mogelijk proberen te schrijven. Daarna mogen de kinderen die een gelpen hebben, mogen ze die pakken. Gaan ze les 11 maken. En daarna, na les 11, ga je eventjes kijken, heb ik wel alles af? Want dat kan je dan gelijk eventjes afmaken. Als je alles tot en met les 12 hebt afgemaakt, lever je je schrift achterin in. En dan ga je even lekker in je jongensboekje werken, totdat we pauze hebben. Heeft iemand nog een vraag voordat we beginnen? Ik ben terug van werk en ik heb net even bananenbrood gemaakt. Dat zit nu in de oven met havermout en bosbessen. Dus dat heb ik nu gemaakt. Ik zal het zo wel even laten zien als het klaar is. Maar ik had nog wat pakketjes wat ik aan jullie wilde laten zien. Dus dat ga ik even pakken. Oké, ik heb ook nog een pakketje van Naked. Misschien plak ik die ergens gewoon in de video. Maar ik ga eerst mijn pakketje doen van de H&M. Want ik had daar wat basics besteld. Ik heb een basic wit shirt. Oh, deze is in de verkeerde maat. Die hebben ze in de verkeerde maat opgestuurd. Of heb ik het verkeerd besteld? Even kijken. Oké, nou ik heb even gekeken. Ik had het wel gewoon goed besteld. Maar ik heb dus de verkeerde maat gekregen. Wel echt heel vervelend. Want ik had een XS besteld en ik heb een XXL gekregen. Dus daar kan ik natuurlijk niks mee. Deze is wel goed. Die ook. En die ook. Dus dat is top. Het is er gelukkig maar één die verkeerd is. En ik had even een zwart shirt met lange mouwen besteld. Dus dat is top. Die is wel een XS. En ik had nog een ander wit basic topje besteld. Dat vind ik altijd heel handig onder blazers. Of gewoon simpel onder iets. En ook in het zwart. Dus dat zijn de items van de H&M. Ik heb me omgekleed want ik ga zo sporten. Maar ik ga eerst... Ik denk dat het bananenbrood wel klaar is. Dus ik ga hem er nu uithalen. Oh, moet ik hem maar stoppen. Kijk, hij is echt mega goed gelukt. Dus ik ga hem maar even uithalen. Kijk, zo ziet hij eruit. Beste keer tot nu toe. Dus dat is helemaal top. Good morning, het is vandaag donderdag. Het is echt mega donker buiten, echt niet normaal. Ik zit in de auto onderweg naar werk. Ik ga bijna weg. En gisteren was ik dus bij het handbaltoernooi geweest. Maar volgens mij had ik dat verteld. Dat was echt super leuk. En vandaag hebben we gewoon weer een normale dag. We gaan gymmen. Ik zal zo anders wel eventjes laten zien waar we mee bezig zijn. En dan dat eigenlijk. Oké. Okay. Je kan kiezen. We doen het met splitsen. Of met rijgen. Dat mag je zelf kiezen. Als je rijgen doet, komt het altijd uit. Dus we gaan deze even rijgen. Oké, hoe gaan we dat doen? 386 plus 223 met rijgen. Plus 200, heel goed. Hoeveel is dat? Schrijf je nu hier als eerste 606, heel goed. Dan schrijf je hier 609. Er staat, je mag splitsen of rijgen. Hoezo kan je deze som niet splitsen? Hoezo kan je deze niet splitsen?
Je kan deze niet splitsen omdat je dan 20 min 60 moet doen. Dan kom je op een min-getal uit. En je moet 40 min 80 doen. Dat kan ook niet. Zie je dat? Dus deze kan je niet splitsen. Deze kan je niet splitsen. Dat kan je dus ook niet op je toets doen. Dan moet je rijgen. Gaan we deze rijgen? Wat schrijf je hier als eerste op? Oké, ik ben weer terug van werk. Ik heb echt ongelooflijk veel hoofdpijn. Dus ik ga eerst even een paracetamol nemen. Het ging vandaag wel weer heel goed. Zo. En ik ga zo mijn wimpers laten doen. En daarna ga ik gezellig bij mijn vader eten. We gaan gezellig samen sushi eten. Dus dat is heel leuk. Maar ik ga eerst heel even een paracetamol nemen. Ik heb dus de adventkalender van My Girly ontvangen. Volgens mij had ik dat ook verteld. En daar heb ik ook wat kleding bij mogen ontvangen. Dus ik dacht, het was wel leuk om even aan jullie te laten zien. Als eerste heb ik een nieuwe Teddy Gillette. Echt een mega leuke in een bruine kleur. Hij is super zacht. En hij heeft dus een leuk riempje. Ik had dit echt nog totaal niet. Dus ik dacht, leuk met een beige outfit. Of gewoon om ergens overheen te doen. Ik heb hem in de maat SM. En je kan hem dus ook zonder die riem dragen. Maar het is juist ook wel heel erg leuk met. Dus die heb ik nieuw. Dan had ik een coltruitje nieuw. Die dacht, ja, die staat er wel leuk onder. In gewoon een wit beige kleur. Een beetje gebroken wit. Gewoon een heel simpel coltruitje zo. Ik dacht, heel leuk voor eronder. Deze is in de maat S en is 26 euro. Dus dan dacht ik die voor daarbij. Dan zag ik echt nog een heel leuk vest. Namelijk dit vest. Dit grote beige vest. En soms op school mis ik gewoon echt zo'n vest wat je overal overheen kan doen. Er zit wel een klein beetje goud in. Ik weet niet of je dat helemaal ziet. Maar ik dacht, hoe top is het om lekker zo over je outfit heen te doen. Mega leuk. Ook mega leuke mouwen. Dus dat is die. En ik heb nog een nieuwe witte blouse. Ziet er ook echt heel leuk uit. Ik heb toevallig nu ook iets aan van My Girly. Maar dat is namelijk deze beetje linnen blouse. Ook heel erg leuk voor onder dat beige vest. Of gewoon onder die bruine gilet. Dus dat is deze. En die outfit ga ik ook dragen in die video. Dus dat zijn mijn nieuwe outfits. Ik ga nu mijn wimpers laten doen en dan zal ik zo even de sushi filmen. Good morning, het is vandaag vrijdag. Ik heb net even mijn haar door de Dyson heen gegooid. Ah, ik heb alleen twee plukken gedaan, maar dat zie je ook wel. Ik ga zo weer werken. Ik ben even nog aan het ontbijten. En vandaag hebben we de afsluiting van de kinderboekenweek en gaan we groepsdoorbroken werken. Dus met de andere groepen. En ik ga in mijn lokaal dansen met ze. Dus ik hoop dat ik het dansje helemaal goed ken. Maar dat moet wel goed komen. En dan wordt het een hele leuke dag. En dan daarna lekker weekend. Zin in. Is vandaag zondag. Gisteren was mijn camera leeg. Echt super onhandig. Want ik had hem echt nodig. Maar ik ben net even naar de Quantum geweest. Want kijk, dit is dus mijn Luxaflex in de slaapkamer. Maar ik vind het dus echt best wel vaak een beetje te licht. Dus we hebben gordijnen besteld. En deze rails moeten we gaan ophangen. En dit. Dus dat ga ik eventjes hier neerleggen. En dan komt hij daarboven te hangen. Alleen de gordijnen moeten dus besteld worden. Dus dat duurt wel eventjes. Oh, het lijkt wel heel klein. Maar nee, dit is top. Zo. En ik had ook even nieuwe hangers besteld. En besteld, gekocht net. En deze vaas. Want mijn vaas was namelijk stuk gegaan. En ik vind dus als die pluimen erin zitten, het niet zo mooi als je er doorheen kan kijken. Dus dan dacht ik, dan doe ik het lekker in deze vaas. Maar dat ga ik dus nu eventjes doen. Dan ga ik mijn was eruit halen en dan ga ik verder met nakijken. Want ik was toetsen aan het nakijken.
Oh ja, en mijn spiegel hangt nu, dus dat is ook helemaal top. Ik ga zo een video opnemen voor Naked. Met nieuwe kleding die ik heb gekregen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik even mijn make-up doen. Ik heb gisteren ook mijn sieraden even een beetje veranderd. Dus ik heb 3 nieuwe kettingen om. Nou, niet 3 nieuwe, maar ik heb ze even gewisseld. Dus ik heb nu... Het ziet wel even goed zo. Met die muntjes, met mijn initialen, met deze hartjes. En hier staat dan love. En ik ga nu even me omkleden en dan ga ik de video opnemen. Oké, ik ga even dit blouseje aandoen en dan doe ik er even een teddy giletje overheen voor de video. En mijn haar is wel een beetje vet, maar ik probeer het even een beetje uit te stellen. Dus ik ga het morgenochtend wassen voordat ik ga werken. Ik wil ook een keer zeggen voordat ik naar school ga, maar voordat ik ga werken. Dus dat. En ik moet nog 1 weekje en dan hebben we een lekker vakantie. Dus dat is echt super fijn. En daarna ga ik, als ik deze video heb opgenomen, ga ik echt al mijn kleding uitzoeken. Want het is echt een ramp. En in de vakantie ga ik alles op Vinted zetten. Oké, ik heb echt mijn hele huis opgeruimd. Dus ik ben er echt mega blij mee. De video's zijn af. Helemaal top. En ik ben nu aan het koken. Ik had nog pasta saus, maar dat had ik toen ingevroren. Dus dat ben ik nu eventjes aan het weer warm maken. Zo. En verder ben ik dus pasta aan het koken. En dan ga ik zo lekker eten. Het is vandaag maandag. Of oktober is het. Ik heb echt geen idee. Ik ga zo eventjes kijken. Maar in ieder geval, ik moet een beetje stil zijn. Want iedereen ligt nog te slapen. En ik ga zo weer werken. Ik heb er echt weer heel veel zin in. Nieuwe week. En nog 1 week. En dan hebben we lekker allemaal vakantie. Dus dat is super fijn. Het is 17 oktober alweer. Ik ga nog even mijn haar doen en dan ga ik weg. Wat ik aan heb is dit topje met deze bruine leren broek. Dus ja, zin in. Oké, luister goed. We gaan zo de toets van Blink maken. Bij de toets van Blink. Je gaat straks weer naar de Blink apps. Dan druk je op test jezelf. En bij test jezelf krijg je een aantal vragen. De eerste vraag staat bijvoorbeeld: Max heeft rood haar. Hoe noemen we dat? Dan klik je het goede antwoord aan. Bij opdracht 2 klik je ook 1 antwoord aan. Kijken wat betekent het klimaat? Klik je een antwoord aan. Kijk naar de foto. Je wil graag weten waar deze kinderen vandaan komen. Er zijn 3 antwoorden goed. Kijk goed naar de vraag. Want als je dan 2 antwoorden intoetst, is het een beetje jammer. Want dan heb je er eentje fout. 3 antwoorden. Hier kijk je naar Jet en Johanna. Je kijkt wat het belangrijkste verschil is. Lees eerst alle antwoorden voordat je hem gaat invullen. Eerst alle antwoorden lezen. Dus niet de eerste en gelijk aanklikken, maar alle antwoorden even rustig lezen. 6, wat het kinderbedje van houten is. 7, zijn er weer 3 antwoorden goed? 3. Bij 8, wat is multicultureel? Zijn er 2 antwoorden goed? Bij nummer 9, vul in ieder geval in welke je sowieso weet. Dus begin bijvoorbeeld met Europa. Je kijkt, oh, Europa weet ik, dan sleep ik die naar de juiste op de kaart. Stel nou dat je er eentje niet weet. Vul dan altijd iets in. Want misschien gok je het wel goed. Dan heb je hem toch goed, dus dan dat zou fijn zijn. Dus altijd proberen. Ik ben weer terug van werk en ik heb even gelijk boodschappen gedaan, want anders had ik daar geen zin meer in. Wat ik heb gekocht is van die Good Morning repen, poppertjes, van die tomaatjes, want dat ga ik vanavond eten. Die doe ik dan in de oven en dat doe ik dan samen met zalm en kleine aardappeltjes. Dus dat is mijn eten voor vanavond. En ik had even een nieuwe tandpasta gekocht, want die had ik nodig. En een nieuwe bananen, dus die kan in de fruitbak. Zo. Ik zal mijn ontbijt nog even opruimen. Ik had nog kwark gehaald. Die kan ook hierin. Ik ben even Hollands Next Topmodel aan het kijken. Ondertussen heb ik gewoon de tomaatjes gewoon in de oven gedaan. Gewoon in de ovenschaal met een beetje olijfolie. De aardappeltjes doe ik hierin en hier doe ik ook gewoon een beetje olijfolie in en dan bak ik gewoon een stukje zalm.
het is vandaag dus dinsdag. Ik had wel even in de klas gefilmd, maar ik had nog niet de vlog geopend vandaag. Het is 5:30, ik ga straks om 6:00 sporten en ik ben echt net thuis. Dus ik ga nog heel eventjes chillen en dan ga ik naar het sporten toe. Ik ga een nieuwe les proberen die ik nog niet heb gedaan, dus ben benieuwd. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Volgens mij kan je hem echt niet zien. Dus een lampje aan. Ik zit in de auto en ik ga nu onderweg naar werk. Het is vandaag een korte dag. En wat wil ik vertellen? Volgens mij had ik gisteren niet meer de vlog afgesloten, maar ik ging gisteren sporten. En misschien ga ik vandaag ook sporten. Ik moet wel even kijken. Maar ik wil in ieder geval even een beetje gaan opruimen. En allemaal dingen van mijn to-do doen. Dus dat ga ik vandaag doen. En ik ben benieuwd. Het is vandaag zaterdag. Het is al een beetje eind van de dag. En ik heb dus sinds vandaag vakantie voor een beetje. Dus dat is heel fijn. Ik heb echt helemaal niks gedaan vandaag. Ik ga nu een cake bakken en ik ga straks koken. Nou ja, niks gedaan. Ik heb mijn hele huis schoongemaakt. Dus op zich ben ik wel echt mega trots. Want het is echt super schoon. Ook in de slaapkamer. Dus het is echt top. Oh, het lijkt nu een beetje rommelig, maar het is echt helemaal opgeruimd. En ik ga dus nu cake bakken, want ik heb niks te doen. Dus ik dacht, lekker cake. Het is vandaag zondag. En ik ga zo even met Eve naar de mall toe. Even shoppen of, nou ja, geen idee eigenlijk wat we gaan doen, maar even kijken in ieder geval. Ik wilde eigenlijk ook heel graag even naar de... naar de Quantum of naar de Leen Bakker voor een nieuw dekbed overtrekken. Want ik zag zo'n Teddy dekbed overtrekken op TikTok. Dus die wil ik eigenlijk gaan halen. Er zit nu een was in die echt heel erg hoort. En ik heb net hier heel erg op mijn kin gelegen. Dus dat zie je heel erg. Maar dus dat ga ik zo doen. Gaan we eerst even klaarmaken. En dan shoppen. Nou, dat is weer echt 1000 keer beter. Ik heb er even wat make-up op gedaan. En ik ga dus zo even naar de mall met Eve. En nog even mijn oorbellen in. Ik heb gewoon een hele simpele outfit aan. En dan, ja. Dat eigenlijk. Ik zal daarna wel even laten zien wat ik heb gekocht als ik iets ga kopen. En ik ga nu nog even snel wat drinken. Oké, ik ben weer terug. Ik heb niks gefilmd, want het was zo druk in de mall. Echt niet normaal. De laatste tijd heel vaak, sowieso op zondag. Ik heb wel echt hele leuke dingen gekocht. Als eerst heb ik nieuwe schoenen gekocht. Ik had laatst bij Zalando had ik nieuwe UGG's besteld. Alleen die bestelling was geannuleerd. Maar pas 2 weken later, terwijl er stond dat ze al verstuurd waren. En daarna waren de UGG's overal uitverkocht. En nu had ik ze dus toevallig, zag ik ze en toen dacht ik, nou ik ga het toch nog maar een keertje vragen. En ze waren er nog. Dus ik heb nieuwe UGG's. En ik had deze vroeger ook. En nu zijn ze natuurlijk er helemaal in. En nu heb ik ze dus weer helemaal nieuw. Echt heel blij mee. Dus dat zijn deze. Ik heb ze in de maat 38. En ze waren €160. Zo. En ik ga ze gelijk even inspuiten. Want ik had er ook zo'n ding bij gekocht. Ik had deze gekocht. Dan kan ik hem gelijk even inspuiten. Dus dat is top. Verder had ik bij de Action nog 3 van deze bakjes gekocht. Voor in de la. Een pennenbakje voor op school. Want die had ik nog niet. En ook nog dit voor in mijn koelkast. Dat ga ik zo wel eventjes laten zien. En nog even toiletpapier en zo. Oh, en een knoflookpers. Want die had ik nog niet. En die had ik wel gisteren bijvoorbeeld nodig. Maar ik ga eerst even mijn schoenen inspuiten. Oké, ik heb ze even ingespreid. Dus dat is top. En ik ga nu eventjes mijn la regelen. Ja, je ziet het niet heel goed. Maar dit is de chaos nu. En ik wil het gewoon een klein beetje ordenen. Dus dat ga ik nu doen. Oké, de la is opgeruimd. Nu ziet het er zo uit. Dat is wel echt heel wat beter. Ik wil er eigenlijk nog meer van dat soort bakjes.
Maar die is top. En daarna ziet het er zo uit. Dit is ook wel een beetje chaotisch, maar dat lukt me niet anders. Maar dit kan ik nog wel even ordenen. Dus dat ga ik ook nu doen.